Als je googelt op het fameuze Scheepsjongens van de Bonte Koe, kom je talloze afbeeldingen tegen. Boeken, films, theaterstukken, allemaal gebaseerd op het scheepsjournaal van kapitein Bonte Koe, die in 1618 met zijn schip vertrok naar Oost-Indië met 3 jonge jongens aan boord. We gaan vertrekken! Hoe kon kapitein Eybrandszoon Bonte Koe weten dat er allerlei wonderlijke en gevaarlijke zaken zouden overkomen? En dat zijn reisverslag dankzij zijn laconieke vertelstijl eeuwen later nog wordt gelezen, verfilmd en op het podium gebracht? Toch, Jolmer Versteeg, artistiek leider van de Jonge Honden? Ja, wat maakt dit verhaal nou zo aantrekkelijk? Nou ja, het is in de basis gewoon een ontzettend goed avonturenboek. Spannend, goed geschreven, lekker dik. Je kan er echt goed in verdwijnen. Is dit jouw eerste boek? Nee, dit is niet mijn eerste. Ja, ik had graag de romantiek in leven gehouden door dit te zeggen. Maar ja, helaas. Nee. En wat... Kijk, je leest het dan, hè, als theatermaker. Mm-hmm. Wat denk je... Wat haal je er dan uit? Nou ja, goed. Ik had altijd een voorliefde voor avonturenverhalen. Dus dat vond ik heel tof. En wij als theatergroep die honden maken verhalen vanuit de geschiedenis. Dus ik als theatermaker natuurlijk vooral. En dat zat er al heel erg in. Maar tegelijkertijd, omdat het een reis over ons VOC-verleden is, of een VOC-schip wat uitvaart, vond ik het juist ook een heel mooi boek om nu opnieuw op de planken te brengen. Ja, en hoe ging dat? Hoe reageerde die ploeg daarop? Nou, we hebben daar natuurlijk ook goed naar gekeken. Van, hè, we moeten daar een ploeg voor hebben die het juiste verhaal kunnen vertellen ook en willen vertellen. En dat was, we hebben een hele jonge cast, hele goede cast ook. En die vertellen dit verhaal met z'n zessen en 2 live muzikanten. En wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Nou ja, goed, je krijgt... Weet je wat het is? Op een gegeven moment krijg je dus gesprekken over standpunten. Hoe staan wij in... Ja, je hebt nu bijvoorbeeld ook de Roald Dahl-discussie. Hè? Ja. Gaan we boeken aanpassen, ja of nee? Maar ook, hoe breng je dan iets op het toneel? En hoe kijken we dan naar ons verleden? En de ene acteur stond daar echt wel weer anders in dan de andere. En wat heel interessant was, is dat we daar best wel veel tijd aan hebben besteed om het daar echt over te hebben, ook in het repetitieproces. Wat eigenlijk een beetje tot de conclusie leidde met, we kunnen het er gewoon over hebben. Zonder dat we zo hard met elkaar erin moeten. Want we hoeven het echt niet met elkaar eens te zijn. Maar het is wel echt interessant om elkaars argumenten en elkaars beweegredenen te doen. Want noem eens een voorbeeld. Noem eens een stuk uit wat jij gebruikt in jouw theaterstuk uit dit boek dat tot discussie leidt. Nou ja, kijk, op een gegeven moment gaan ze het inland in. En het inland, dus dan gaan ze Indië of Indonesië in. En dan wordt er al wel gezegd, dit is een heel gevaarlijk gebied. Hè? Want hier vreten ze je op. En deze mensen zijn levensgevaarlijk en dom. Dus pas op, primitief. Nou ja, dat is al iets wat, nou ja, wat uiteraard tot discussie leidt. Het N-woord wat erin zit. Nou goed, die hebben we gewoon collectief geskipt. Daar hoef je het helemaal niet over te hebben. Want dat hebben we gewoon met elkaar besloten. Maar inderdaad, dat inland in, en dat is wel interessant, is dat wij daar eigenlijk een nieuwe wending aan hebben gegeven. Is dat we het eigenlijk omdraaien. Wie is je nou eigenlijk de vreemdeling op wiens terrein? Ja, dat is een goede vraag. Ja, nee, dat is wel heel helder. Ja, maar het is dus nog steeds echt een avonturenboek. Ja. Wat we bevragen, maar tegelijkertijd nemen we je ook echt mee in dat spannende verhaal. Ja. Want dat blijft het. Ja, het blijft een spannend verhaal. Ja. Ook met die jonge mensen op het podium. Ja, joh, er zitten zeestormen in, er zit een enorme fik in. Ze gaan aan land, er zit scheurbuik in. Ja, er gebeurt van alles. Dus het is echt een feest om naar te kijken. Maar het wordt ook, en dat is wel leuk om even te vertellen, die acteurs leggen het stuk soms ook stil om even met elkaar te bekijken, wat vinden we nou eigenlijk van deze scène? Ja, hoe moet die nou gespeeld worden? Ja. Oh, en daarmee nemen ze je als kijker, in het publiek nemen ze je mee. Ja, precies. Dus zij vertellen ook, er zit bijvoorbeeld een meisje in Miracle, een waanzinnige actrice. En zij vertelt ook, dit was het eerste boek wat ik las voor Nederlands. Maar toen ik het later teruglas, dacht ik, wat staan hier eigenlijk voor passages in? En zo begint eigenlijk de voorstelling al. Oh, ja. Waar kunnen we jullie zien? Nou, we kunnen ons in Overijssel nog zien in Deventer, Steenwijk, Enschede. Ja, Hogeveen ligt ook nog in de buurt. Ja. Dus zo, en verder gaan we het hele land door. Okay. Ja. Fijn dat je er was, Jolmer. Ja, dankjewel.